De Partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid, DOE, is uit de coalitie gezet. Door president Desi Bouterse. De breuk volgt na een bespreking tussen het staatshoofd en DOE-voorzitter Karel Breeveld gisteravond op het kabinet van de president. De afwijkende politieke opstelling van DOE in de afgelopen maanden zou de oorzaak zijn van de breuk. Zo staat in een persbericht van ondertekend door perschef van het kabinet Clifton Limburg. De afwijkende politieke opstelling van DOE zou tot uiting zijn gekomen in enkele brieven aan het staatshoofd. In de laatste brief aan het staatshoofd heeft DOE onomwonden laten weten niet te staan achter het regeringsbesluit waarbij middels de presidentiële resolutie de procureur-generaal opgedragen is een eind te maken aan het 8 december strafproces. De opstelling van Breeveld resulteerde in oneenigheid binnen de partij, waarbij NH-minister Rigiljo Dotsen zich distantieerde van de uitspraken van Breeveld. President Bouterse belegt dinsdag een persconferentie waarbij hij ingaat op deze kwestie. Breeveld, in een vandaag uitgegeven verklaring, stelt DOE-voorzitter Karel Breeveld dat zijn partij niet langer deel uitmaakt van de coalitie. Tijdens het onderhoud tussen Breeveld en Bouterse is van gedachten gewisseld over het schrijven dat maandag jongstleden gericht werd aan de president. Tijdens het onderhoud met het staatshoofd werd in gemeenschappelijk overleg besloten de samenwerking met de NDP-BEP niet langer voort te zetten. Het is de samenleving niet ontgaan dat de partij recentelijk krachtig haar standpunten in een aantal kwesties heeft ingenomen. Het gaat hierbij onder meer om het bestrijden van corruptie en elke vorm van onrechtvaardigheid en onrecht. Zo staat in de verklaring. DOE stelt verder dat ze het voorrecht heeft gehad om in de haast afgelopen 11 maanden regeerverantwoordelijkheid te dragen. Vanuit het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. De ministerspost die de partij was toebedeeld is getracht om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de natie. De DOE-partij zal vanuit haar huidige positie een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Suriname op basis van haar pro-Suriname gedachtegang. Echter worden in de verklaring geen melding van gemaakt of minister Dotsen zijn portefeuille ter beschikking zal stellen aan het staatshoofd.